Dat lijkt me onvermijdelijk. En als dat deze dividendbelasting van tafel moet. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 38 leden. Er wordt ook niet goed gekozen. Daartegen 36 leden. Toen dacht ik yes. 2018. Het was een rustig politiek jaar, Avi. Ja, dat vind jij? Nee, natuurlijk niet. We hebben genoeg te doen gehad hier. We zouden het bijvoorbeeld kunnen hebben over de toch wel historische beslissing, de teruggedraaide gaskraan in Groningen. Opscheppen over Groningen, dat past ons nog niet. Er moet nog een heleboel gebeuren. Wat dacht je van de commotie rond de salarisverhoging van ING-topman Ralf Hamers? Desnoods moeten we het wettelijk afdwingen. Die ging niet door, toch niet? Nee? Ja, en zij waren natuurlijk wereldnieuws in Nederland. De zaak van Hovick en Lily is heel emotioneel, dat voel ik ook. En dat betekent dat je hard moet zijn tegen mensen die dat recht niet hebben. Ze mochten blijven. Maar het echte nieuws, het nieuws wat eigenlijk het hele politieke jaar 2018 domineerde, dat is natuurlijk de afschaffing van de dividendbelasting. Omdat wij niet begin dit jaar allemaal krokodillentranen kunnen huilen over de dreigende overname van buitenlandse bedrijven en vervolgens niks doen. Je zult ook dingen moeten doen. U hoorde premier Rutte over het D-woord, de dividendbelasting. Zullen we heel even terug naar waar het allemaal begon? Ja, alweer een jaar geleden dat het in het regeerakkoord opeens is verschenen eigenlijk. Ja. Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma, dus ik denk dat daar dan de verontwaardiging met name over ontstaan is. Jesse Klaver was de eerste die het eigenlijk opmerkte. Ja. Ook logisch, Klaver die heeft al ervaring gehad met formeren, dus die wist wel hoe hij de coalitie pijn moest doen. Destijds was het 1,4 miljard. Toen ging het omhoog? Ging het omhoog naar 2 miljard. Ja. Ja, daarvan wilde GroenLinks eigenlijk wel weten van hoe is dat überhaupt zo ver gekomen? Het was sowieso een gek begrip, hè? Want het ging over de formatietafel en de onderhandelingstafel. En daar zou dan een document zijn en dat soort zaken. Ja. Nou, laten we heel even luisteren naar Jesse Klaver zelf. Ja, nu blijkt dat er een hele trits aan memo's is. Die moet zo snel mogelijk openbaar. Ik wil weten, waarom heeft het kabinet hiertoe besloten? Welke argumenten hebben ze gebruikt? Maar dat heeft er niet toe geleid dat het ook echt is gaan liggen. De commotie werd alleen maar groter. Kan jij het punt nog benoemen waar het echt uiteindelijk mis is gegaan? Nou ja, de facto is het voor de coalitie, politiek gezien, niet misgegaan. Nee. Oppositie heeft zitten hameren, maar Rutte heeft gewoon gezegd, ja, we gaan ermee door. Ja. Tot het punt dat Unilever zei, wij gaan niet verhuizen. Ja, we zijn eruit. We hebben besloten om niet door te gaan met het afschaffen van de dividendbelasting. Was er nou een consequentie voor de VVD? Nou, ik denk wel persoonlijk voor Mark Rutte, omdat hij deze maatregel zo vurig verdedigde. Ja, hij voelde ja. tot in zijn diepste van zijn vezel inderdaad dat dit moest gebeuren. Het zou desastreus zijn voor de economie als het niet zou gebeuren. Ja. Dus hij heeft er wel al zijn politiek kapitaal ingegooid, gegokt en verloren dus. Ja. Tegelijkertijd zie je ook wel dat hij er vrij laconiek mee omgaat en zegt, krassen verzamelen, dat hoort bij mijn werk. Ja. Tegenstander van de afschaffing van de dividendbelasting was ook Alexander Pechtold. Ja. Hij zei het niet altijd en plein publiek. Nee, nou ja, hij zei eigenlijk van dat doen ze dan op een manier van ik heb het niet verzonnen. Nee, maar, precies. Ze steunen elkaar wel in de coalitie. Ja, wat ze dan altijd zeggen, ik heb mijn handtekening eronder gezet. Ja. Dus dan afspraak is afspraak. Nou, waar Pechtold ook zijn handtekening onder heeft gezet, was zijn afscheid. Laten we daar even naar gaan kijken. Het is tijd voor een nieuwe generatie. Nou ja, zijn afscheid hing natuurlijk al een tijdje in de lucht. Dat hij dat ten overstaan van zijn congres op die dag deed, kwam voor vele mensen toch wel als een verrassing. Ja, hij was geëmotioneerd ook. Ja, maar dat is ook wel logisch, hè? Ja. Hij heeft die partij toch wel uit dood doen herreizen. Ja. Wat meespeelt is ook het feit dat hij een appartement geschonken had gekregen. Ja. Dan heb je ook nog de affaire die hij had, vermeende affaire die hij had met een raadslid. Ja, zou hij aanblijven, dan zouden al deze dingen. Ja. Zou niet goed zijn voor de partij. Ja, dat is allemaal bagage die D66 zou meenemen richting de Eerste Kamerverkiezingen. We doen het niet expres, maar we moeten naar de volgende controverse. Ja. En dat zijn eigenlijk twee personen. Laten we beginnen met de man die claimde in het dasha van Poetin te zijn geweest. Ik was begin 2006 aanwezig in de dasha van Vladimir Poetin. Zou je kunnen zeggen dat, we gaan het zo over blok hebben, dat het wel chaos was op het ministerie van Buza? Ja, ik denk dat het op dat moment, dat het toen wel alle hens aan dek was. Meneer Zijlstra, waarom treedt u nou terug? Omdat er te veel twijfel is over of ik op geloofwaardige wijze mijn ambt als minister van Buitenlandse Zaken kan vervullen. Ja, je vraag was, is het chaos op Buza?
Ik denk dus echt dat de ambtenaren daar wel een betere start hadden gewenst afgelopen jaar. Ja. Ja. Ook als je kijkt naar wat er met Blok is gebeurd. Ja, laten we dan meteen even fast forward naar zijn uitspraak gaan. Onder je optimisme, Suriname is een failed state. Wat is nou de moraal van beide heren eigenlijk, van het verhaal? Ik denk dat je toch wel de conclusie, of het verhaal wat erachter ligt, dat de VVD gewoon heel erg veel moeite heeft om capabele bewindspersonen te vinden. Ja, dat heeft het verleden ook wel uitgewezen. Ja, je bedoelt Opstelten en uiteraard, Opstelten en Teven. Nou ja, dat is een goed punt. Ja. Die hebben het ook niet gered. Ja, hier is natuurlijk het geval, ze hebben twee ministers zonder buitenlandervaring. Bij Blok was het echt zoeken naar iemand die Zijlstra wilde opvolgen. Ja. Blok had eigenlijk al afscheid genomen van de politiek. En toen heeft Rutte toch nog een beroep op hem gedaan. Dat heeft hij onderschat. Okay. Terwijl er hier beneden veel geapplaudisseerd wordt, ga ik zeggen dat wij nog één onderwerp te bespreken hebben. Ja. En dat is het jaar 2019, maar dat doen wij niet hier. Zullen we gelijk met de deur in huis vallen? Er komen verkiezingen aan, ja. Provinciale statenverkiezingen weliswaar. Je zou het bijna een rapportcijfer kunnen noemen van het huidige beleid, van de huidige coalitie. Ja, klopt. We kiezen de Provinciale Staten, maar die kiezen weer indirect de Eerste Kamer. Ja. Op dit moment heeft de coalitie hier een minimale meerderheid van één zetel. Ja, coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ja. Die moeten er heel erg rekening mee houden dat inderdaad de kiezer het kabinet en deze coalitie wel eens zou kunnen afrekenen. Ja. Op wat er gebeurt tussen dividendbelasting afgelopen jaar. De energierekening is omhoog. AV, ik begon onze reportage met de woorden: het was een rustig jaar, was natuurlijk een dikke vette knipoog. Ja. 2019. Nou, ik verwacht dat het net zo onrustig zal worden. Er gaat een hele hoop gebeuren, de klimaattransitie. Ja. Wat betekent dit voor onze portemonnee? Hoe gaat de energieinfrastructuur eruit zien? Ja. Hele ingrijpende gevolgen. En dat zal net zo onrustig worden. En als het niet zo is, dan hebben we het volgend jaar weer gewoon over. En dan heel goed. Gaan we het er nog een keer naar kijken. Dank voor je analyse, Avi. U bedankt voor het kijken, dames en heren. En tot volgend jaar.